Weet u het nog? De LPF in 2002. Hoe Eduard Bomhoff, Herman Heinsbroek en andere fortuinisten vooral elkaar in de haren zaten tijdens de 87 dagen van het kabinet Balkenende 1. Het was een situatie die ons land nog nooit had meegemaakt. Een nieuwe partij die van plan was om de oude politiek zo'n beetje op te blazen. Waar doet zoiets aan denken? Aan revolutie toch een beetje. De weg naar de macht lag open, regeringsdeelname lag in het verschiet. Maar hoe zette je de lijnen uit? En wie zette die uit? In eigen kring ben ik toch ook wel politiek geëngageerd en heb ik daar aardig wat teksten over meestal. En toen dacht ik van ja, als ik gevraagd word en ik word nog een keer gevraagd en nog een keer gevraagd, dan moet ik ook maar eens doen. Ik heb de heer Balkenende begrip gevraagd voor het feit dat ik heel weinig kennis heb met Haagse rituelen. Omdat ik mijn hele leven in de wetenschap en het bedrijfsleven heb gewerkt. De LPF zorgt van meet af aan voor dagelijks nieuws. Philomena Bijlhout is al na 7 uur geen staatssecretaris meer. Minister Bomhoff ontslaat op zijn eerste werkdag meteen een van zijn topambtenaren. Mat Herben houdt het na 3 maanden als fractievoorzitter voor gezien. En dit is dan de opvolger van Mat Herben, Harry Wijnschenk, uitgever De Almere. U bent eigenlijk alleen bekend dat u motorbladen hebt uitgegeven. En een horlogeblad. En? En een horlogeblad. Oké. Okay. Wat vond u van Wijnschenk? Ja, die was daar niet geschikt voor. De Pim Fortuyn-fractie pleit er zelfs voor het kwartje van Kok niet in 2004, maar al in 2003 terug te geven. Voorzitter, ik dacht even dat ik een grappenmaker tegenkwam. Ik vind u buitengewoon creatief, maar ook u kunt een kwartje niet 2 keer uitgeven. Nee, maar volgens mij staat de verlofknip los van de levensloopregeling. Had u het plan toch even moeten lezen wat ik u maandag toegestuurd heb? En het was ook zo'n man die rondliep met 3 mobiele telefoons tegelijk. Ik zei, joh Harry, dat wordt dus nooit eens met 3 mobiele telefoons. Je wordt gewoon knettergek. Nou, de 3 telefoons is een feit. En dat kwam ook met name omdat hij en zijn vrienden Maas en consorten mij constant bestookten met allerlei belangetjes. En als ze dat wat minder hadden gedaan en ook gewoon aan het werk waren gegaan, dan had er wel 1 telefoon zo weggekund. Er trok een barst door de partij. Wijnschenk stoorde zich aan Bomhoff en consorten. Zij ergerden zich omgekeerd aan Wijnschenk, die ook zo zijn consorten had. Minister Herman Heinsbroek bijvoorbeeld. Herinnert u zich de eerste ontmoeting met Herman Heinsbroek? Ja, ik was bij hem op bezoek gegaan. Toen heeft hij me nog in een van die mooie auto's van hem weer teruggebracht naar het station. Ik kan me nog herinneren dat we zaten in die enorme woning van hem. En dat ik zei, joh, ik zei Herman, ik ben maar in mijn uppie. Je hoeft niet tegen mij te praten alsof het een hele vergadering met 200 mensen is. Bomhoff praat heel zachtjes. Ik heb wel eens tegen Eduard moeten zeggen, speak up! Ja? Dan hadden we dus een vergadering en dan, ik hoor je niet. Ik zei tegen de secretaresse, ik zei, het is best wel lastig, want dat zijn allemaal hele nadrukkelijke mensen. En Hoogendijk met die snerpende stem. En Herman Heinsbroek was ook niet iemand die zei van mag ik even het woord hebben en dan de vinger ophief of zo. Dat deze gewoon. En toen zei ze, ik heb hier nog wel een bel. Misschien dat helpt. Dat is zo'n belletje wat vroeger op de lessenaar van de juffrouw stond. Toen we nog in de kleuterklas zaten. Op de nonnenschool, ja, op de lagere school. En dan ging die met zo'n belletje. Ik viel van mijn stoel, zeg. Op de verjaardag van Eduard Bomhoff, door zijn tegenstanders een autist genoemd, werd duidelijk dat de revolutie zijn eigen kinderen begon op te eten. De kamer van Eduard die was feestelijk gedekt met ballonnetjes en gekleurde servetten en wat slingers langs de muur. Het was bedoeld als een poging om weer normaal contact te herstellen tussen het bestuur van de vereniging Lijst Pim Fortuyn en een aantal van die mensen in Den Haag. De opzet van die lunch, van die zogenaamde feestelijke gezellige lunch, was om mij af te zetten als fractievoorzitter. Wel nee. Daar heb ik me nooit mee bemoeid. Die fractie moet zijn eigen voorzitter kiezen. Nee, dat is echt onzin. Het gedonder in de LPF moet nu echt afgelopen zijn. Ik doe een klemmend beroep op Herman Heinsbroek om onze politieke leider te worden. De plotselinge actie van Wijnschenk is voor Heinsbroek reden om hals over kop terug te komen uit een vergadering in Brussel. Mijn hele leven heb ik al de leiding genomen in allerlei bedrijven. Dus zonder enige arrogantie durf ik te zeggen dat ik best leiding kan geven aan iets. Heeft Heinsbroek gezegd van ik wil wel vicepremier en partijleider worden? Dat heeft hij wel geuit, ja. En dat was onbespreekbaar. Volgens Bomhoff. Ik zei mensen, alles kan. Maar dat is een benoeming die ook door de koningin moet worden goedgekeurd. En het is leuk als je er ook een reden voor kan geven. Bomhoff zegt nu van ja, als ze dat zo graag hadden gewild, dan had ik dat wel gedaan.
Echt niet. Crisisberaad tussen de fractietop, de LPF, de winstlieden en het partijbestuur. En het gaat daarbij grof gezegd om twee kampen in die partij. Het ene aangevoerd door vicepremier Bomhoff, het andere door minister Heinsbroek. Waarschijnlijk onder besef dat dit dan echt het einde van de LPF zou betekenen. Als je er nu niet uitkomt, dat het kabinet zou vallen, kwamen de heren op een gegeven moment toch naar beneden toe en alles leek koek en ei. Kan minister Heinsbroek, mijn vriend minister Heinsbroek, een paar vragen beantwoorden nog voordat ze gesteld zijn? Vriend en politiek leider? Ja, ik ben ook heel blij met de uitkomst van deze avond. Het is heel duidelijk wat jullie allemaal nu gehoord hebben. Fractie, partij, als wel bewindslieden zitten op één lijn. We hebben goed met elkaar gesproken. Het was een prima avond, we zijn eruit. Er is niks aan de hand, alles is goed. Ja, en de lichaamstaal die was totaal anders. Hè? De vrede van donderdag blijkt broos. Bovendien hebben de LPF'ers in het land hun buik vol van de gebeurtenissen in Den Haag. Bijzonder treurig. Ander woord heb ik er niet voor. Ik denk dat er iemand met enig gezag zal moeten komen die de nitwits in de Tweede Kamer eens uitlegt hoe de politiek werkt. Dat ze uiteindelijk toch door de kiezer en door de leden afgerekend worden op hun gedrag. Heinsbroek en Wijnschenk kwamen intussen samen om een nieuwe partij te beginnen. Dat werd in elk geval gefluisterd. Het gecomploteer bereikte nieuwe hoogten. Bewindslieden die tot nog toe buiten de conflicten waren gebleven, zoals minister van Verkeer en Waterstaat Roelf de Boer, kwamen samen om een plan te maken. En toen ging het hard. Dat Heinsbroek ging eruit en Bomhoff ging eruit, want ze konden geen keuze maken. En dat ze daarvoor in de plaats één nieuwe bewindsman zou komen van de LPF en de VVD er nog één extra ging krijgen. En ik zei, jullie zijn niet goed wijs. Je bent echt allemaal werkloos, want er komt een nieuwe verkiezing. En dat wouden ze niet geloven. Wat je nu aan het doen bent, is het kabinet aan het opblazen. Jullie zijn ongelofelijke stomme zakken. Ik ben ontzettend boos geweest daar. Aansluitend was er meteen ministerraad. Om 8:00 in de avond was er een vergadering in de Druivenzaal. En toen zei de boer, we hebben met elkaar bedacht dat als Bommel van Heinsbroek niet onmiddellijk aftreden, dat wij allemaal aftreden. En toen gingen ze allemaal naar mij zitten kijken alsof ik daar ter plaatse harakiri zou plegen. Meneer Heinsbroek, bent u morgenavond nog minister? Ik heb verder geen commentaar. Dat heb ik nou eindelijk eens goed afgesproken in de ministerraad net. Dus geef ik het niet. Heeft u er spijt van dat u de politieke bent? Is mijn auto daar? Ja. Absoluut niet. Integendeel. Ik vind het nog steeds leuk. Er was echt geen houden meer aan. Er was vrijwel dagelijks ruzie en opwinding binnen de LPF. Als je bekijkt hoe de verhoudingen in die partij liggen, mag het nog verwondering wekken dat het kabinet de 87 dagen bijna nog heeft volgemaakt. Op grond daarvan ben ik voornemens om Hare Majesteit de Koningin het ontslag aan te bieden van alle na het vertrek van de ministers VWS en EZ resterende ministers en staatssecretaris. Dank. Klassiek voor revolutie. De fortunisten hadden een greep naar de macht gedaan en toen die kwam, wist niemand wat hij daarmee moest. Mislukt? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat het echt. Ik vond het heel jammer, maar het is wel mislukt. Ja. Ja, het hele LPF-avontuur is mislukt. U was uw baan kwijt, u was uw hoogleraarschap kwijt. U was beschimpt in de pers door uw collega's. Dan denk je daarna toch wel van, was ik hier maar nooit aan begonnen? Ach, mijn vrouw houdt nog steeds van me, mijn kinderen houden van me zo. Maar achteraf, tuurlijk. Wil je meer? Abonneer.